Dankjewel. Ik hoop dat ik het precies weet, maar er staat een grote klok hier, dus het gaat lukken. Het eerste gedicht wat ik ga lezen uit de bundel Seizoensroddel heet Opgeschreven. Gelukkig het hart opnieuw getroffen. Aan de broederschap geschreven hoe we niet voldoende bij onze kennis kunnen komen, maar door geloof mogen hopen dat alles ons duidelijk wordt. Het was een warme dag en het brood en de olijven hadden het zwaar te verduren. Wij zijn hier vreemd. Kunnen we het anders zeggen? Ook het brood en de olijven zijn hier toevallig. We hebben geleerd naar de vorm en de smaak te benoemen en daarmee is genoeg verklaard. Toen jij ondanks de warmte kwam vragen wie het woord bedacht had waarin brood vers en geurig bleef, kon ik alleen naar het einde van de straat wijzen, waar uithangborden hangen, waar toevallig iemand langskwam die zich Gabriel noemde, en waar scherp als een steek in je milt een vogel in de dakgoot begon te zingen. Eigenlijk wilde jij weten of er voor de liefde ook een woord was, maar dat was er niet. Alleen voor de schrik die daarmee gepaard gaat. Ja. Ik weet niet of er mensen in de zaal zitten die Bakker heten. Of zijn die al naar huis? Dan is de gelijkenis met de bakkers in dit gedicht louter iets van toeval, dat kan ik u verzekeren. Of u moet zich aangesproken voelen als bakker zijnde door de inhoud van het gedicht. Dat kan natuurlijk ook. Het heet objectief, dus het kan zomaar. De familie Bakker kan niet objectief zijn omdat ze wordt gedomineerd door leden van de familie Bakker. Dat maakt hun motieven verdacht en doet vermoeden dat alles wat ze van zichzelf normaal vinden samenhangt met hun sterk ontwikkelde taalverhaspelingshormonen. Het heeft ons niet verrast. Wij kennen de meisjes Bakker als snuivende buffels, kennen de jurkjes waarin we ons voorstellingen maken. We delen in de toewijding waarmee good old pater familias Kevin Bakker zijn tribal tattoos aan het bestuderen is. De jongens Bakker mengen zwijgen met brullen, bewandelen de rechte weg van formaliteiten, de weg van het licht. Een vrouw op de fiets in hetzelfde licht, vrolijk, staan de bakkers haar op te wachten. Net een vlinder, mooi in de jas en het fladderen. Hou maar op, ze is alweer voorbij. Ze hebben haar tot aan de bevrijding gevolgd. Misschien werden de leuzen en de jongensgebaren haar te veel. Ze wilden niet meer. We hebben gedaan wat we konden, maar we hadden veel last van het beschikbare feitenmateriaal. Ook wij willen anderen eruit en zingen wat de bakkers zingen. We waarderen hoe de bakkers werken. De familie Bakker richt het leven in op plekken waar de logica zich niet opdringt. Dat is wel zo makkelijk. Om woorden, zeggen de schoolgaande bakkers, geven we niks. Doe ons maar uitroeptekens. Een wat langer gedicht wat uit 5 zinnen bestaat, want de laatste zin telt 141 woorden. Het heet Aan de overkant. Het moment dat we voor de 4e keer die dag van mening verschilden, de zoveelste dag sinds we dit huis hadden betrokken, zag ik de wolken openbreken en ontving ik meerdere berichten tegelijkertijd. Zodat de verbeten blik die ik zo goed van je kende, op mijn gezicht, in de gebarsten spiegel van het jarenlang verwaarloosde toilet, me ineens te veel werd. Hoewel ik jou en de spiegel de schuld kon geven, was het me niet genoeg. De ruimte was te klein voor het geweld dat zich uit mij bevrijden wilde. Er waren geen slachtoffers te maken. Weer terug beneden zou ik zien hoe jij, groot onrecht aangedaan,
stuurs in een praatprogramma laat op de avond was getrokken, al had ik kunnen weten dat je onderweg was naar een kroeg waar jij altijd gelijk hebt. Iedere meter weer een meter verder verwijderd van het raam waarachter alles gebeurde en waarvoor ik nu ga staan. In de hoop dat ik niet alleen jou, maar ook de hele wereld kan verwijten dat het praten zo niet gaat. Wat ook de duiven in de dakgoten van de huizen aan de overkant van de straat van mij verwachten. Al kun je volhouden dat het ze eigenlijk om het even is. Zoals iedere stemverheffing de bomen om het even is en de geparkeerde auto's en de hond die zich niet kan herinneren ooit op een plek te zijn geweest die sommigen thuis noemen. Uit de cyclus Veteranenverzet, uit de bundel Seizoensroddel, lees ik er 1, deel 5. Het begon bij de honden, hun scooters, een jankende bende van buikvek en speeksel. Ze schreeuwden de tent bij elkaar en jij trok uit je gleuven een geur om te doden. Het bier was het eerste dat doofde. De pillen een uur later onder het Ave Maria, de hosties met zuur of op maandag de moed in de verwarring van een kinderdagverblijf. Jij schuurde je dijen, tattoos op alle aanhechtingen, niet die fijne motoriek, maar hetzelfde fluisteren als zangvogeltjes, gek op tomaten en vuur. We schroefden de woorden af, daarna de kunstbenen, kunstlippen, we fileerden voor de vorm. Jij liep met de kindjes terug. Ik zocht verdediging in het montagevoorschrift dat in mijn hoofd gebeiteld stond. Zie je hoe de mensen de weg kwijt zijn? Ik zag het stof in de verte. En het was of we ineens in Irak waren. Of bij het peloton. Voor het platbranden van de fabriek. In de wetenschap dat dit zou gebeuren. En tot slot, gedicht wat ik schreef na het overlijden van mijn moeder. Het heet Geen bezwaar, ook geen geluid. Ik heb de lente zien komen en me afgevraagd hoe we aan die nieuwe, eeuwig terugkerende tijd moesten beginnen. Ik heb een lied gedraaid dat tussen ons ingevallen was en kapot ging door hard over te kibbelen. De zon stond er weer en de buren dampten boven de muziek uit. Genoeg wind om een leven schoon te blazen. Ik heb de kleren gewassen die je nooit meer zult dragen. Ik heb je weggebracht, gedag gezegd, je uitgelegd dat de bloemen en het bezoek alles wilden betekenen. Jij maakte geen bezwaar. Ook geen geluid. Ik ben naar huis gegaan om alles op zijn plaats te leggen en af te wachten wat de stoelen en het bed en de leegte in jouw jas willen bedoelen. Dank u wel. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Je vindt niet alleen interviews en portretten van dichters, maar iedere week lichten we ook een ander gedicht uit. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.